André Hazes bevindt zich momenteel in de bruisende stad New York, waar hij druk bezig is met het opnemen van zijn lang verwachte documentaire. De documentaire belicht niet alleen zijn indrukwekkende carrière en huidige muzikale reis, maar lijkt ook een bijzondere rol toe te bedelen aan zijn geliefde, Monique Westenberg. Via zijn Instagram Stories deelde André een stukje van zijn New Yorkse avontuur, waarbij hij enthousiast vertelde over een onweerstaanbare burger die hij op TikTok had gezien. Echter, zijn neef Charno Hofland was duidelijk op een missie en benadrukte het belang van een bezoek aan de juwelier. Een belangrijk detail dat de speculaties voedt over een mogelijke aanzoek in de Amerikaanse versie van zijn documentaire. Een goed ingelichte bron van juiste kanaal Reality TV bevestigde dat André later daadwerkelijk met zijn cameraploeg bij een juwelier is gespot. De vraag die nu op vele lippen brandt, zal André Hazes binnenkort op zijn knieën gaan en Monique Westenberg ten huwelijk vragen? Het lijkt er sterk op, zo meldt het juiste kanaal op Instagram. De zanger had vorig jaar al laten doorschemeren dat hij graag met Monique wil trouwen. In een gesprek met RTL Boulevard deelde hij zijn hoop en dromen over een toekomstige bruiloft. Ik mag het hopen, zei hij destijds. Met New York als decor voor mogelijk romantische ontwikkelingen, blijft de spanning rondom André en Monique's relatie hoog gespannen. De verwachtingen stijgen en fans hopen dat deze documentaire niet alleen een inkijkje geeft in André's muzikale reis, maar ook in het volgende hoofdstuk van zijn persoonlijke leven. Zal New York getuige zijn van een onvergetelijk huwelijksaanzoek, vastgelegd door de camera's van de documentaire crew? De tijd zal het leren, terwijl André Hazes en Monique Westenberg de wereld in spanning houden met hun romantische avonturen in de Big Apple.